sector slachtoffer. Maar er zijn er ook die vrede hebben met deze uitspraak. Mario D. mag van de rechtbank ook 5 jaar geen stunts doen. Maar dat was hij toch al niet van plan. Alweer zo'n typisch Nederlands winkelbedrijf in een probleem. Brokker zit al een tijdje in het nauw, maar probeert zich nu opnieuw aan te vinden via een grote reorganisatie.